Op een stille zondagmorgen staat ze plotseling voor mijn deur. En ze fluistert, mag ik binnen? En ik ruik opeens de geur. Alles gaat weer terug naar vroeger, naar de dagelijkse sleur. Van treiteren en smijten met de deuren. Ik weet niet wat ik doen moet, want het is nog veel te vroeg. De dagen worden langer en er is nog tijd genoeg. Ach, ze heeft nog zoveel eindeloze uren voor de boeg. Wat onafwendbaar is, zal vroeg of laat gebeuren. Zo staat ze daar en kijkt me aan. Verdriet spreekt uit haar grijze ogen. Ze lacht en schrikt, weet niet waarom. Waarom zou dat niet mogen? Ze heeft toch niets misdaan? Het is al 30 jaar geleden dat ze hem niet meer wilde zien. Maar zijn haat is er nog altijd en de eenzaamheid misschien. In haar woorden schuilt de vraag, zeg maar waar ik het aan verdien. Ze heeft het eigenlijk nooit willen geloven. De waanzin die het leven van hen tweeën heeft gesloopt. De wrok waarmee de eindjes aan elkaar worden geknoopt. Ze kan haast niet meer zonder, ook al heeft ze het wel gehoopt. De verlossing komt zoals altijd van boven. Zo zit ze daar en kijkt me aan. Verdriet spreekt uit haar bange ogen. Ze lacht en schrikt, weet niet waarom. Waarom zou dat niet mogen? Ze heeft toch niets misdaan? Dan opeens beven haar handen en haar ogen zijn in nood. Ik wacht met ingehouden adem, ze kijkt gelaten naar haar schoot. En ik weet wat het betekent als ze zegt, nu is hij dood. Zo staat ze daar en kijkt maar. Verdriet spreekt uit haar zachte ogen. Ze lacht en knikt en draait zich om, al heeft ze het overwogen. Ze heeft het niet gedaan.